Maar kom eens, schat. Als ik nu dit hier ervaar, dan denk ik, wat nou afgescheidenheid? Wat nou problemen? Wat nou geen ruimte? Wat nou geen liefde? Hoezo geen zelfrealisatie? Evidenter dat alles één is, kan het niet zijn, wat mij betreft. En het mooie van de ervaring of het realiseren van dat het één is, is dat dat keer op keer is. En dat het iedere keer als je dat realiseert, dat het nieuw is. Het is altijd hetzelfde en steeds anders. Daarom moet je ook nooit denken dat realisatie gebeurt en dan heb je een of ander statisch iets bemachtigd. Iedere seconde ben je nieuw, is alles nieuw. Je hoeft alleen maar een klein beetje ontvankelijk te zijn. Dan moet daar toch minstens iets van binnenkomen, iets van doordringen. Dit kan je toch niet ontgaan? Come on. En daar hoef je niks voor te begrijpen. Je hoeft er niks voor te doen. Je loopt in een zee van liefde te zoeken naar liefde. Je hoeft alleen maar een slokje te nemen. Even stil te staan. Het proeft lastig als je rent. Stop. Proberen het te snappen is rennen. Proberen van je problemen af te komen is rennen. Proberen gelukkig te worden is rennen. Proberen verlicht te raken is rennen. Denken dat je verlicht bent is rennen. Denken dat je niet verlicht bent is rennen. Stop. Proef nu. Iemand vroeg. Hoe kan ik in dit realisatieproces terechtkomen? Ik was verbijsterd en zei, je bent het realisatieproces. It's already happening. Iedere stap die je zet, iedere ademhaling, iedere ervaring, ieder inzicht, iedere stilte. Je bent zelf onderzoek. Je bent zelf realisatie. Er is niet iets buiten je. Er is geen onderwerp zelfs. Het zelf realiseert zichzelf door jou. En jij bent daar een onlosmakelijk deel van. Er is niks anders dan dat. Dat denk je alleen maar. Je denkt dat het gaat over je werk of over je relaties. Of over je zoektocht of over je moeilijkheden. Dat is het proces van jezelf leren kennen. Dat is het. Nu al. Als je het moeilijk hebt, leer je jezelf, het zelf kennen.
En kun je zien dat er iets is wat totaal onveranderlijk is. En als je gelukkig bent, leer je jezelf en het zelf kennen. En kun je inzien dat er iets totaal los van staat. En als je stil bent, idem dito. Als je lacht, als je huilt, als je vrijt en als je danst. Er is niks anders. Alles herinnert je aan jezelf. Alles verwijst naar jou. En dit, zoals ik vanmiddag tegen iemand zei, is dubbel op. Alles verwijst al naar jou. En dan verschijnt er in jouw belevingswereld ook nog iemand en die gaat hardop naar jou zitten verwijzen. Zo iemand noemen we dan Google. Dat is een beetje dubbel op eigenlijk. Zo groot is die liefde van dat bestaan. Dat je dubbel op naar jezelf verwijst. Dat je constant probeert uit te leggen dat er niks anders is dan jij. Dat jij dat leven bent. Dat je alleen maar denkt dat dingen gefragmenteerd zijn. Dat je iets moet bereiken. Dat je niet deugt of weet ik veel wat. Er is niks mis met je tot het moment dat je gaat denken dat er iets mis met je is. Dat je daarin gaat geloven. Er is niks mis met je, dat geloof je alleen maar. Er is geen verlichting, dat geloof je alleen maar. Er is geen niet-verlichting, dat geloof je alleen maar. Als je stopt, stopt ook het geloven. Precies op het moment dat je stopt met geloven in wat dan ook, ben je vrij. Of beter gezegd, dan ontdek je dat je altijd al vrij was. Dat het alleen maar je geloof in allerlei aangeleerde onechte dingetjes was. Die dat verhulde. Het was niet weg, er lag een doekje overheen. Met overtuigingen. Een heel dun doekje. Maar net zo gedrapeerd dat je jezelf overal ging zoeken behalve onder dat doekje. En dat plekje waar dat doekje overheen ligt is precies waar je bent. Het is niet ergens anders. Ik ben er alleen maar, zou je kunnen zeggen, om jullie op dat plekje te wijzen. Kijk eens onder dat doekje, lieve schat. Ja maar, nee, kom, kijk nu even. Ja maar God weet wat ik daar ontdek. Oké, dan zoek maar in de kast. De kast van zelfverbetering, bijvoorbeeld. Of het keldertje van relaties. Of de zolder van macht en status. Of de garage van geld. Maar het ligt onder het doekje. Told you. And it's waiting. Sommigen die tillen dat doekje pas op ongeveer 3 ademhalingen voor hun laatste. Jammer. Hoewel, als ze dat optillen op dat moment en het volledig tot zich laten doordringen, is verleden weg, is toekomst weg en is jammer weg. Dus je kunt het gerust uitstellen. Het hele idee dat je zou moeten veranderen is alleen maar op een denkbeeld gebaseerd. Een denkbeeld dat dingen losstaan van elkaar, dat er iets buiten je is, dat er iets... Ja, als je iets wil veranderen, iets... aan die microfoon kun je iets veranderen. Er is iets buiten je en dan kun je uit elkaar halen en zo. Maar iets aan jezelf veranderen is krankzinnig.
Want dan ben je zelf. Hoe waar je daarbij? Dat kan helemaal niet. Dan moet je eerst jezelf losmaken van jezelf en voor je plaatsen op de snijtafel. En dan kun je aan het klussen. Maar je bent aan het klussen met iets denkbeeldigs. Je bent altijd aan het klussen met wat je niet bent. Ideeën, concepten. Ik ben zus en zo, roep je dan. En dat moet anders. Dat is allemaal blabla. Dat is allemaal verleden. Bij elkaar geraapte observaties. Je legt waarnemingen, zet je waarnemingen op de snijtafel. Of de behandeltafel, for that matter. Als je hier dus, zo'n plek als deze, niet komt als zet je waarnemingen, als verzameling verleden, maar gewoon als geheel, en je bent hier gewoon, zonder ergens op uit te zijn, dan denk ik dat je in 1 seconde weet waar het over gaat. Misschien niet in woordjes, maar je wezen, zal ik maar zeggen, verstaat het onmiddellijk. Precies in die flits van verstaan is alles uitstekend en helder en open. Maar op het moment dat je weer het geloof aan het denken gaat geven, vertroebelt die rechtstreekse ervaring van wat wezenlijk is. Wees dan wijs en ga niet met dat denken vechten, maar keer gewoon terug. Stop. Je kan niet weer zoeken in de kelder en op zolder en weet ik veel wat. Er is alleen dat doekje weer overheen gevallen, dat is alles. Doekje van denken, van ideetjes. Van oordeeltjes. Van twijfel. Allemaal denken. Maar niemand van jullie hoeft te denken om te zijn. Right? Niemand van jullie hoeft ook er een emotie op na te houden om te zijn. Of verzet. Of iets dergelijks. Je hoeft er zelfs geen liefde op na te houden om te zijn. Zo diep ben je. Zo fundamenteel. Die dingen die je kunt opnoemen, die ik net opnoemde, heb je dus ook niet nodig om te zijn. Je kunt ze prettig noemen of onprettig, maar ze zijn geen van alle noodzakelijk. Je hebt niets nodig om te zijn. Voordat je ook maar denkt iets nodig te hebben, ben je al. Zo simpel is het. Alles wat je denkt nodig te hebben, is precies wat het is. Een idee. Een overtuiging. Die overtuiging kan diep zitten of wat minder diep. Je kan emoties teweeg brengen of fysieke sensaties, allemaal tot je dienst. Maar het blijft een idee, het blijft een overtuiging. Het is geen waarheid. Eerst ben je, dan komt pas nodig hebben, niet nodig hebben, prettig, onprettig, bla bla bla. En het is dus niet genoeg om dit te begrijpen, je moet het zien. Je moet dat doekje weghalen en het recht in het gezicht kijken. Je moet het zien. Anders heb je er alleen zo'n ideeën bij. Dan heb je daar 2 doekjes. Dan ligt er je gewone doekje en nog het Advaita doekje overheen. Nou, dan kun je het helemaal schudden. Dat is wel het meest kwaadaardige doekje wat er bestaat. Omdat het naar waarheid ruikt. Het is net echt dan. Zien. Je moet het zien. En je kunt het zien, maar alleen maar nu. Op het moment zelf. Niet straks, niet gisteren. Niet
via een methode alleen maar rechtstreeks. Zoals je dat altijd doet. Je doet je ogen open en je ziet, klaar. Hoe doe je dat? Dat gaat toch vanzelf, come on. Je kunt het niet eens tegenhouden. Je kunt niet eens tegenhouden dat je bewust bent. Hoe bereik ik nu toch dat bewustzijn? Probeer het maar eens weg te krijgen. Er is maar één kleinigheidje. En dat is dat we een tijdje lang, soms, onze ideetjes en gevoelentjes interessanter vinden dan bewustzijn zelf. Dat is alles. En wat je water geeft, groeit. Dus als je je ideetjes en emoties voedt, moet je niet bij mij komen klagen dat ze blijven groeien. Dan wil ik best een sympathieke reactie opgeven, of voor mij part ontbotten. Net hoe de bui is. Maar het is niet mijn schuld. Maar als je bewustzijn voedt, zal ik maar zeggen, hoe waar dat ook klinkt, zal je besef daarvan groeien. Dat ligt voor de hand. Dus wie waan lief heeft, leeft in waan. Wie waarheid lief heeft, leeft in waarheid. Dus wie grondig doorheeft dat al het lijden voortkomt uit waan, uit overtuigingen enzovoorts, en het blijven begieten van de verkeerde dingen, kan zo slim worden dat hij daarmee stopt. Het is mogelijk, het komt voor. Echt waar. En het is niet makkelijker dan ooit. Vooral vanavond. Zoveel wijze mensen bij elkaar, dat kan niet misgaan. Als je vanavond ontgaat, dan zit je nog zeker 3 jaar hier. Een van de manieren zijn duidelijk kan worden, is het ervaren hoe dat complete zijn als het ware uit je stroomt, alsof je dat wat je wezenlijk bent, het absolute, als je je dat voorstelt als een totaal duistere muur, zo ongeveer waar je zit, en al dat licht en al die manifestatievormen daarvoor stromen daar vandaan. Daardoor kun je ze kennen. Dus uit jou, het absolute, komt die kennendheid, dat bewustzijn voort, en daarin ontstaan alle vormen, alle gedachten, alle ideeën, alle zegeningen en andere verschijnselen. Maar dat iets waar dat hele zijn uitstroomt, als het ware, is doodstil. En hoeveel zijn daar ook uitstroomt, het wordt geen milligram anders of lichter. Het verliest er niets mee. Het is altijd compleet, altijd volledig. Dus dat waar je als het ware naar zit te kijken, is een soort uitademing van jezelf. En dat neemt enige tijd en ruimte in beslag. Maar dat wat die tijd en ruimtelijke belevingen kent, heeft niets met tijd en ruimte te maken. Het is waar alles uit voortkomt.
daaruit worden tijd, ruimte, verschijnselen, inzichten, ervaringen enzovoorts geboren. Isakadatta die legde het een keer wel aardig uit. Hij zei, ik, het absolute, ik heb een zoon en die heet bewustzijn en die heeft ook een zoon en die heet het ik. Ik ben de grootvader. De zoon en de kleinzoon komen uit mij voort, maar ik ben niet de zoon en ook niet de kleinzoon. Erg mooi. Dus alles waar je naar kijkt, komt uit je voort, maar je bent niet hetzelfde als dat wat uit je voortkomt. Maar het is ook niet strijdig eraan. Het is geen conflict. Het is geen probleem. Een tijd lang zijn de zoon en de kleinzoon zichtbaar, ervaarbaar. Dat is alles. Die hoeven niet ontkend te worden. Die hoeven niet veranderd te worden. Daar markeert helemaal niets aan. En die doen wat ze doen. Maar de grootvader blijft altijd en eeuwig onveranderd. Of de grootmoeder. Waar we het grootste deel van de tijd als mensjes het over hebben, is dus over de kleinzoon. En als we een beetje wijzer worden, hebben we het over de zoon. En in beide gevallen hangen we alles op aan die kleinzoon of aan die zoon. En denken dat het daarom draait. Maar wat ze ook doen, het behoort tot hun eigen domein. En niet tot het jouwe. Je kent ze, maar ze binden je niet. Maar de opa drukt zich wel uit via... Heeft zich uitgedrukt tot zoon en kleinzoon. Ja, maar is er niets mee verloren en niet door veranderd. Juist. Daarom is er in die zogenaamde grootvader geen enkele wens meer over om waar dan ook maar iets aan te veranderen. Hij heeft zich uitgedrukt in bewustzijn en alle andere verscheidingsvormen en dat volstaat. Bewustzijn is actief en wil zichzelf voortzetten enzovoorts. Die kleinzoon is nog drukker bezig, want die denkt van alles tekort te komen. Maar de grootvader weet dat alles in orde is. En is nergens meer op uit. Is volledig ontspannen. En hij weet dat de kleinzoon functioneert zoals die functioneert. Die maakt zich nu helemaal druk over dingen. En de grootvader zit en kijkt ernaar hoe dat kleinzoontje zich druk maakt om opgebouwde of ingestorte zandkasteeltjes. Die vader is daar ook aanwezig en neemt dat nog wel zo af en toe serieus. Vindt het heel belangrijk dat die zoon er is. Hecht daaraan. Enzovoorts. Die grootvader die hecht nergens aan. Die kijkt bij wijze van spreken en glimlacht. Dan kun je ze ook alle drie tegelijk ervaren. Jij bent datgene wat de zoon en de kleinzoon ervaart. Je kunt jezelf niet ervaren. Je kunt jezelf alleen maar zijn. Je weet dat jij bestaat omdat de zoon en de kleinzoon zichtbaar zijn. Dus de zoon en de kleinzoon functioneren als het ware als een spiegel. Je kunt jezelf nooit rechtstreeks zien, altijd alleen in reflectie.
En omdat je kennendheid, dus bewustzijn, ziet verschijnen, kun je ontdekken dat jij dat bent wat er is voordat bewustzijn verschijnt. En dat je er los van staat. En dat alles wat je dus kunt kennen, tijdelijk is. Want die zoon is ooit geboren. Dat bewustzijn is op een gegeven moment ontstaan. En dus zal het weer vergaan. Maar jij blijft. Ja, alleen kun je het niet ervaren. Wat kun je niet ervaren? Dat jij blijft. Nee, maar dat is onmiddellijk duidelijk. Als je kennendheid hebt zien komen en gaan, weet je ook wat jij bent. En hoewel het niet een ervaring is in de zin van een specifiek gevoel, is het wat mij betreft het meest solide wat er is. En daarom is de uitnodiging altijd geweest om als het ware helemaal terug te gaan tot dat punt, zou je kunnen zeggen, waar dat bewustzijn ontspringt. En precies in het ontspringen ervan kun je als het ware die noodzakelijke glimp van jezelf opvangen. Hoewel je het niet kunt zien, je kunt niet zeggen dat het een inzicht is. En desondanks is er iets zo concreet, iets zo onwankelbaars, waaruit dat zijn ineens naar voren komt. En vandaar dat Nisargadatta en Ramana ons constant uitgenodigd hebben om in dat ik ben, dus in die zoon te ontspannen. Omdat die het dichtst bij de grootvader is. Terwijl als we de hele tijd ons identificeren met de kleine zoon, dan hebben we helemaal geen schijn van kans. Die is zo druk bezig allemaal. En zo klein nog. Daarom is ook wel gesuggereerd dat een goede manier om er zicht op te krijgen is tijdens het wakker worden 's morgens. Eerst is er niets en dan gaat de zon aan, het komt het bewustzijn op en dan pas denken en de wereld enzovoort. Ja. En dan weet je dat je geen van tweeën bent, want je ziet ze komen. Vanuit dat beeld van die drie kun je dus ook zien dat mensen, bijvoorbeeld die zogenaamde anderen, die spreken jou dan ergens op aan. Hè? Bijvoorbeeld op je gedragingen, het domein van de kleine zoon. Dus dan wordt de opa beschuldigd van alles en nog wat de kleinzoon uitvrijdt. Of, en dat is dan iets dichterbij, je wordt aangezien voor het zijn, voor het bewustzijn. En daar wordt dan van alles over gezegd. En dan wordt de grootvader dus beschuldigd van zaken die zijn zoon uitvreedt. Wat er dus ook over je gezegd wordt, het betreft hooguit je zoon of kleinzoon, nooit betreft het jezelf. En als jij die kleinzoon serieus neemt, je identificeert je daar als het ware mee, zie je jezelf aan en dus ook anderen louter als een bundeltje gedragingen. En is dat die oppervlakkige laag, zeg maar, waarop je alles beoordeelt. Als je wat ontwaard bent al, zie je alles in het domein van het zijn. Jezelf, maar ook anderen. Maar nog steeds is het een valse identificatie. Want je bent jij en niet je zoon. En er is wel een relatie tussen, maar it's not the same. Dus vanuit de grootvader gezien, of je je nu vereenzelvigt met bijvoorbeeld angst- en verlangenneigingen die bij de kleinzoon horen,
of bij gelukzaligheid die bij de zoon hoort, het is beide verkeerd. Want je bent dat niet, je kent dat alleen maar. Goedemorgen, welkom in Satsang. Mensen komen hier en zijn blij om elkaar te zien. Zijn blij om elkaar te treffen hier. En tegelijkertijd is het mogelijk om in te zien dat het louter die levenskracht is die blij is. Je energie die gaat stromen, raakt elkaar aan. Beweging, vreugde, ontroering enzovoort. Kan allemaal plaatsvinden. Maar in feite ben je een muur van stilte die dat ziet. Je aanschouwt hoe die levenskracht zich uitdrukt in woorden, bijvoorbeeld. Leuk om je te zien. Dat soort dingen. Maar in feite is het louter iets wat je gadeslaat. Het is alleen die spelde knop van zijn, die ik-benheid, die zich verheugt, of ontroerd raakt, of kalmeert, of juist enthousiast wordt. Je aanschouwt dat. Het is alleen maar door dat kleine beetje vereenzelviging, als het ware, met dat zijn, op die plek, en met dat lichaam, dat we iedere keer denken dat het ons aangaat of dat het ons overkomt. En precies daardoor ontstaat het verlangen naar vreugde en de angst dat het verdwijnen zal. Terwijl als het tot ons doordringt dat we dat onkenbare zijn, wat het kennen bijvoorbeeld van vreugde en het plezier van elkaar te ontmoeten gadeslaat. Als je dat ziet, dan ben je eruit. Dan kan die vreugde nog steeds plaatsvinden, want er is niets tegen. Alles kan dan plaatsvinden. Alles gaat door zoals het in gang gezet is. Maar je hebt niet meer het idee dat jij het doet. Je aanschouwt louter het plaatsvinden van de bewegingen, ingegeven door dat zijn, door die levenskracht. Die beweegt en zich uitdrukt en zich voort wil zetten. En hoe intens ook. Het is een tijdelijke vreugdedans. Shiva zit eigenlijk doodstil, maar in het zijn beweegt hij, danst hij, speelt hij. Maar in wezen is hij doodstil. De buitenkant beweegt, de binnenkant is stil. Taal niet betrokken, maar volledig beschikbaar. Het zijn, die levenskracht is altijd op iets uit, altijd in beweging, altijd op zoek naar zichzelf. Maar dat wat je wezenlijk bent, zoekt helemaal nergens naar. Je zou kunnen zeggen, het is voorbij. Zijn en niet zijn, voorbij komen en gaan, voorbij zoeken en vinden. Als er al iets gevonden wordt, is het gewoon goed om te beseffen, en dat moet ingezien worden, dat het zijn is wat iets vindt. Als er ontwaken of realisatie, of hoe je het noemen wil, plaatsvindt, is het succes van het zijn, niet van wat jij bent. Jij bent die getuige, zou je kunnen zeggen, die zelfs getuige is van realisatie. Net zo goed als van vreugde, pijn, een nieuwe auto, wat er ook mag plaatsvinden. Dus in eerste instantie, in wat we het spirituele proces noemen,
vindt er een bepaald loswijken plaats, een loswijken van de identificatie met lichaam, denken, voelen. Eerst denk je die te zijn. Het is die ik-benheid, dat zijn, wat verkleeft, zou je kunnen zeggen, met dat lichaam. Omdat er een samenhang zit tussen het lichaam en dat bewuste zijn. Maar dat bewuste zijn beperkt zich tot het lichaam. Terwijl het in zijn aard tegelijkertijd eigenlijk universeel is. Maar het beperkt zich. Het eerste ontwaken betekent dat die beperking wordt opgeheven. En dat voel je meteen. Je voelt verruiming, verstilling, een oplossen van kramp en dat soort zaken. Maar jij, het absolute, ziet dat plaatsvinden. Je ziet het verschijnen en verdwijnen van verkramping, het verschijnen en verdwijnen van identificatie. En iedere verschijning en verdwijning heeft als kern die ik-benheid, dat zijn zelf. Het is het zijn wat ontspant en zich opent. En dan zijn we gelukkig. En het is het zijn wat zich verkrampt tot zelfs niet alleen maar het lichaam, maar een kracht, plek zou je kunnen zeggen, een bol onrust of angst of iets dergelijks. En dan zeg je, ik ben ongelukkig. Maar je werkelijke ik is nog gelukkig, nog ongelukkig. Het is daar ver voorbij. Het is er al voordat geluk en ongeluk mogelijk worden. Uiteindelijk is dat wat gerealiseerd dient te worden. Dat is zelfrealisatie. En dan weet je zelfs dat zijn, dat goddelijke, prachtige zijn niet bent. Maar kent. Dus ik dat dan noemt dat de uiteindelijke waarnemer. Het absolute is dus de oorsprong, zou je kunnen zeggen, waar die kennendheid, dat bewuste zijn uit voortkomt. Waar alle beweging op plaatsvindt, zo je wil, of in plaatsvindt. En zoals gezegd, het zijn maakt dus een heel klein misvattingje met grote gevolgen. Het gaat zichzelf aanzien voor het lichaam, voor die persoonlijkheid. Die feitelijk alleen een beweging, een gebeurtenis is in het totale veld. Het pikt er dus één stukje uit en zegt, dat ben ik. En dan ga je alles persoonlijk ervaren en gaat het hele zoeken naar wat dan ook, dus een enorm persoonlijk karakter krijgen. Met als gevolg dat, omdat het startpunt van dat zoeken heel beperkt is, want het gaat om het ego, een heel klein stukje is, dat alles wat van daaruit wordt waargenomen dezelfde beperking in zich draagt. Het ego is maar zo'n kleine beweging. Het kan nooit bevatten wat de werkelijkheid is. En zolang die identificatie met dat ego, met dat lichaam denken voelen, erin blijft zitten, zal iedere beweging een motief hebben die bedoeld is om dat ego voor te zetten. Zelfs onze zoektocht naar dat zogenaamde ontwaken is in eerste instantie niets anders dan een beweging van het ego die probeert iets te pakken te krijgen om in een, zoals ik van de week zei, verbeterde versie te kunnen voortbestaan. Een verlichte versie. Maar de kern van het verhaal blijft dat gevoel, ik of ik besta. Dat is de basiskramp, zou je kunnen zeggen, die je in je centrum kunt ervaren. Als het allemaal doodstil wordt en er zijn geen gedachten, er zijn geen emoties en je kijkt als het ware in het midden van je lijf, kun je daar als het ware iets voelen pulseren. En als je daar op let, dan kun je merken dat het op zichzelf
een prettige sensatie is, een prettige onpersoonlijke sensatie. Maar tegelijkertijd zit de kiem van kramp en grijpen zit er al in. Het is de vlam van het kaarsje van die zogenaamde persoon. Op zichzelf niet persoonlijk, maar zodra er een beweging is, grijpt dat bolletje zijn, grijpt de beweging, trekt het naar zich toe en zegt dat ben ik. Of het nu een gevoel is, of een energiebeweging, of een gedachte, zelfs een intuïtie, het wordt meteen geklemd en naar zich toe gehaald. En begrepen altijd in het kader van die zogenaamde persoonlijkheid. In termen van winst of verlies. Maar er is iets wat dat hele spelletje gadeslaat. Het simpele feit dat je je bewust kunt zijn van die zijnsessentie, van die ik-benheid, laat overduidelijk zien dat wij iets anders zijn. Het zijn komt en gaat. Het besef, ik besta, komt en gaat. Vele momenten, gedurende ieder etmaal, heb je totaal geen besef van ik. Dan besta je in je werkelijke vorm. Pas op het moment dat er iets aangeraakt wordt in die zogenaamde persoon, waar die trots of verdrietig op kan zijn, manifesteert zich plotseling uit het niets die hele setting die we persoon noemen. En meteen wordt heel concreet voelbaar, ik besta. Wat meestal meteen vertaald wordt in termen als, ik heb pijn, ik ben verdrietig, ik ben gelukkig. Nou ja, al dat soort invullingen. Het wordt meteen persoonlijk gemaakt. En al die tijd ben jij dat absoluut. Wat er al was voordat dat zijn verscheen. En wat er zal zijn als het zijn weer verdwenen is. Het is alleen maar een oproep om dit te herkennen. Niet om dan ook maar iets aan dat zijn en dat spel daarvan te veranderen. Daar hoeft niets aan gewijzigd te worden. Het is helemaal prima. Het doet wat het doet. Je hoeft alleen maar te beseffen dat we er in de grond van de zaak niks mee te maken hebben. Dat het alleen maar iets is wat we aanschouwen. Zowel het zijn, alle activiteiten, als het niet zijn. Wanneer het doodstil is en er geen besef is van ik besta. Beide kennen we. In eerste instantie zijn we blij met dat besef van bestaan. Ik ben iemand. Gaandeweg worden we wat rijper, zou je kunnen zeggen. En gaan we daar de schaduwkant van ervaren. Dat het helemaal niet zo fijn is. En dat het allemaal in stand gehouden moet worden. Enzovoorts. En dat het best een heel gedoe is om dat ego een beetje tevreden te houden. Die wil altijd van alles. Dus krijgen we een spirituele interesse. En gaan we genieten van die toestand waarin die ik-benheid even stil is. Die momenten noemen we samadhi, gelukzaligheid, stilte enzovoort. Dan is die ik-benheid als het ware opgelost tot het totale bewustzijn. Een ongedifferentieerde aanwezigheid. Niet een ik, maar zijn. Dan gaan we daarvan houden. Maar we kennen zowel die verruiming als die verkramping. Beide laten ons dus in weten zien dat we als het ware in het scherm zijn waarop ze plaatsvinden. Je bent je bewust van een zeer aanwezige ik-kramp en je bent je bewust van de afwezigheid van die ik-kramp. Die we dan toch maar in ik-termen duiden door te zeggen... Ik ben gelukkig, of ik ben vrij. Of ik ben alleen maar liefde. Of iets dergelijks. Maar het blijft uiteindelijk een duiding of een redenering vanuit dat ik-gevoel. Al is het maar de herinnering eraan. Op dat moment is het er even niet, maar je relateert het daar wel aan. Stiekem. En het is dus niet de opzet van Advaita of zelfrealisatie om dat ik-ben-besef kwijt te raken. Er is ook geen noodzaak toe. Het is alleen maar een kwestie van
in te zien dat je dat niet bent, maar kent. Dat je hem ziet komen en gaan en dat alle activiteiten die plaatsvinden, die je je leven noemt, maar één oorsprong hebben. Namelijk het in stand houden en voeden van die levenskracht die ik ben roept. En daar is niets mis mee, zo gaat het. It's the way of the universe. Maar op het moment dat je weet dat je dat niet bent, ben je eruit. Dan kan het universumen. En jij hebt vakantie. Dan weet je dat er niets te winnen is en niets te verliezen. Want alle winst en verlies horen bij dat zijn. Het is allemaal daarginds. En dan weet je ook dat je jezelf nooit kwijt geweest bent. Het was alleen maar enige afleiding even. Een kleine vergissing. In wezen, ten diepste dus, verandert er met zelfrealisatie helemaal niets. Jij was dat absolute altijd al. Dat zijn was altijd al bezig. Vanaf dat dat lichaampje actief werd. Het enige verschilletje is dat je eerst dacht gevangen te zitten in dat zijn. En gecentreerd rond een of andere ik-constructie. En daarna weet je weer dat je dat absolute was. Maar dat was je dus al. Je kunt niet anders zijn dan dat. En in dat zijn mag dat een groots gebeuren wezen. Maar in werkelijkheid maakt het helemaal geen donder uit. Al wat bevrijd wordt is dat zijn. Wat bevrijd kan worden is nooit wat ik ben. Wat ik ben heeft geen bevrijding nodig. Heeft niet eens een besef daarvan. Het woord betekent helemaal niets daar. Geen enkel woord overigens betekent daar iets. Woorden behoren bij het zijn. Nou, de tijger die zei een keer van, ja, als je sterft, wat sterft er dan? Alleen maar woorden. Dus alleen maar woorden. Daarom babbelt het ik ook voortdurend tegen zichzelf. Of tegen anderen. In feite roept het alleen maar ik. Wat het ook zegt. Ik besta. Ik was zus, nu ben ik zo en dadelijk zal ik zo zijn. Als ik dit maar krijg dan. Het absolute heeft geen enkel woord nodig om zijn bestaan te bewijzen. Het was er al voordat het bestaan kwam. Zowel bestaan als niet bestaan bewijzen het absolute. Zonder dat is niets mogelijk. Veel duidelijker kan dit niet worden uitgelegd. Is er iemand die iets zeggen wil? Ik ben verdwijnt, niet de identificatie ermee verdwijnt. En daardoor lijkt er alsof er heel veel verdwijnt. Yes. Moet ik het zeggen, maar het wordt niet meer zelfs ik benoemd. Exact. Het is meer een soort amorf geheel waarbinnen dat alles verschijnt. Zo voelt het nou meer. Yes. Maar je kunt ook moeiteloos zien dat er verandering binnen het domein van het zijn is. Ja. Jij bent niet veranderd. Nee. Net alsof er minder focus uit wat ik ben is weggevallen. Zo. Ja, dat had ik even. Yes. Ik dacht, ja, het is toch wat anders. Ja. Het maakt een wezenlijk verschil of je ziet dat de zon komt en gaat, of dat je denkt dat jij het bent.
Want dan moet je blij zijn als die opkomt en angstig als die gaat. Maar ik ben er al voordat de zon opkomt. Wat doet het ertoe? Alles lacht als de zon opkomt. Mooi. En alles wordt stil als die verdwijnt. Ook mooi. Het raakt mij niet. Terwijl ik eerst dacht dat mijn leven er vanaf hing. Ik dacht eerst dat ik er alles aan moest doen om dat zijn in stand te houden. Nu zie ik dat het zijn zichzelf in stand houdt. En dat ik er niks mee te maken heb. En dat zal hem een tijdje lukken. Want hij heeft een bepaalde houdbaarheidsduur. En op een gegeven moment lukt dat niet meer. En dan is er niets gebeurd op wezenlijk niveau. Alleen het zijn op die specifieke plek, op die specifieke manifestatievorm stopt. Maar aan de andere kant van het absolute wordt het niet eens meer als specifieke vorm ervaren. Nee. Het is één zee van aanwezigheid waar van alles plaatsvindt. Het een is niet belangrijker dan het ander. Dat zijn allemaal ideeën van het ik. Alleen maar denken, inderdaad, alleen maar woorden. Door woorden lijken dingen te zijn wat ze zijn. Maar in feite is het één beweging. Grappige van het zijn is dat het in het begin van het spirituele zoeken zich verheugt in de voorstelling die hij heeft van het resultaat ervan, die zogenaamde verlichting. En dan begint het dichterbij te komen en dan begint het angstig te worden. En op het moment dat het dan gerealiseerd is, is het hele bestaan gelukkig. En toch is er niks veranderd. Hoezo wonderen bestaan? Jij zegt bijvoorbeeld we bestaan gelukkig. Maar zelfs dat, dat begint iets met een soort ongerust te maken, weet je wel, dus ik ook van dat wat daar is, vol geluk, weet je wel, want dan heb je een bepaald beeld daar, maar het is gewoon... Gelukkig is in mijn optiek alleen maar de afwezigheid van kramp. Ja, ja. Misschien is tevreden een beter woord. Ja. Het doel is weg. Een soort kalmte. Ja. Zolang die kramp er nog is, is er altijd een doel. Altijd een elders, een beter en minder en zo. En dat wordt als het ware uitgeschakeld. Wat er ook gebeurt. Er stroomt, bij wijze van spreken, natuurlijk niet letterlijk, maar iets van de uitademing van het absolute dat zijn in. Waardoor wat er ook verder gebeurt en wat we ons nog in ons hoofd halen enzovoorts, het vindt allemaal plaats in een bedding die zo ontspannen is. Die zo... zachtjes glimlacht om alles. Meteen door heeft waar de truc zit. En die niet eens hoeft te weigeren. Zit, dan heb ik het gevoel van ja, er zijn eigenlijk
zit hier wel iets, maar dat zijn niet de grenzen van het lichaam of zo. Mm-hmm. En het is ruimer en dan, dat wordt ruimer en kleiner en zo. En anderzijds, ja, er zit ook wel een lichaam of zo. Maar je merkt, bij het bewustzijn is daar eigenlijk alleen maar een van de wolk die hier gecentreerd is of zo. Yes. En misschien wel leeg is, maar dat is niet zo heel, heel duidelijk. Maar ik zit me daar steeds over. Wat is de vraag precies, joh? Maar of dat daar klopt, dat hij gewoon leeg is, is dat niet zo? Wat mij betreft is het daar hartstikke leeg. Lichaam verschijnt zodra het idee-lichaam verschijnt. Ook dat is dus uiteindelijk een woord. Zonder het begrip, zonder het standpunt lichaam, weet je helemaal niet wat je ervaart. Er is een aanwezigheid. En alleen maar door de training. Josje, let op. En zo. Ben je gaan aanwennen dat dit een concreet ding is. Maar zelfs als ik dit doe, gebeurt er eigenlijk niks. Dus het is een standpunt. Maar zou er niks gebeuren als ik dit doe? Wat gebeurt er dan werkelijk? Wat verandert er werkelijk? Zelfs op het niveau van bewustzijn gebeurt er al niks. Dus in een bepaalde mindset vindt er iets plaats. Maar als die stil is, vindt er helemaal niks plaats. Pas als je gaat benoemen er is aanraking, wordt het concreter. Alles is aandacht binnen het zijn. Als de aandacht diffuus is, is het idee van lichaam onmogelijk. Ik denk dat dat dan hier gecentreerd is. Klopt dat dan? Dat je dat denkt, dat zal wel kloppen. Ja. Maar jij denkt dat niet? Of? Nee. Het mooie is dat het zogenaamde lichaam helemaal geen ik-idee nodig heeft om te kunnen functioneren. Zelfs geen idee van lichaam. Het lichaam functioneert prima, ook zonder welk idee dan ook. En in zijn natuurlijke functioneren is er dus geen besef van lichaam aanwezig. Dat is er pas als er een probleem optreedt. En dan treedt er strikt genomen nog niet eens een probleem op in het lichaam, maar in een bepaalde plek. Dus in wezen is het allemaal geheugenprojectie. Als je geen herinnering zou hebben aan het waarnemen van andere lichamen, kon je je er niet eens een idee over vormen. Dan weet je niet wat het is. Zonder kennis zou je kunnen zeggen van dit of dat, is het onmogelijk om iets te benoemen. En desondanks functioneert alles dan gewoon. Dus jezelf aanzien voor het lichaam is louter gewenning. De werkelijke ervaring is veel meer een ervaren van aanwezigheid die meer of minder verdicht kan zijn. Of niet? Merk ik zelfs ook gezien andere dingen dat ik dan een beetje bewegen en troebel en dan is het weer terug. Ja. Yes. Natuurlijk, en dan kun je dus observeren dat op het moment dat onze perceptie verandert, en het is dus alleen maar een anders worden dan wat we gewend zijn, wordt de geest, het ik, weer actief om proberen terug te komen in de normale,
geconditioneerde, krankzinnige toestand. Want als je het laat gaan, dan verdwijnt op een gegeven moment zelfs wat je ziet. Het wordt gewoon stil. Je weet niet meer wat je ziet. Eigenlijk zie je niks. Alles is geheugen. Alleen maar doordat je Hansje eerder gezien hebt, zegt je geheugen, weet je dat dit Hans is. Dit ding. Als dat geheugen stil zou zijn, wat moet je er dan mee? Wat zei? Ik zeg elke keer wel dat het nu aan mijn staart. In feite functioneren we gewoon voor het grootste deel van de tijd op basis van oude kennis. En die zetten we voort. En vullen we aan en verversen we. En al dat soort dingen. Maar op een ietsje dieper niveau al is er helemaal geen kennis aanwezig. Is alleen maar een soort diffuus zijn. Waarin al niets persoonlijks te vinden is. Maar zelfs dat diffuse zijn wordt gezien. Dus eigenlijk is het leeg. Kan jij als persoon je in een bepaalde situatie plaatsen, bijvoorbeeld waar je het over had in dat je dat lichaam bent en als je niet vanuit geheugen naar de dingen kijkt, dan weet je even niet wie wij zijn en dat een bloem is en dat is daar op een gegeven moment een vrije keuze in, kan je daar bij wijze van spreken voor kiezen en dat je dan als je satsang geeft dan weer in de hands stapt en alles gaat vanzelf. Het idee van keuze is een idee van de persoon. Oké, maar het gebeurt dan wel eens in het gebeurt. Ja, zo. Alles in dat domein van het zijn gebeurt gewoon en het redeneren maakt ervan dat er keuzes zijn en dat soort dingen. In werkelijkheid functioneren dingen gewoon volgens bepaalde mysterieuze patronen. En hoe verkramper wij als het ware denken, hoe meer we het idee hebben ook dat er gekozen moet worden en dat we verantwoordelijk zijn en weet ik veel wat. En dan beperken we ons tot een heel klein, in feite mentaal laagje. Maar dingen gebeuren gewoon, er is geen keuze. Zijn. Als je iemands leven aanschouwt, dan zie je gewoon dat zijn voorkeuren gaandeweg veranderen. Dat is alles. En daar maken de meeste personen van. Ik heb toen en toen hiervoor gekozen. Maar ze gingen gewoon van iets anders houden. Daar konden ze niks aan doen. Als iemand bijvoorbeeld op een gegeven moment aangeraakt wordt door liefde of stilte, gaat er liefde ontstaan voor liefde of stilte. En dan zegt hij, ik ga er aan werken of ik ga ervoor kiezen om meer stilte te voelen enzovoort. Maar in feite gaat het helemaal om die persoon heen. Die wordt ergens toe aangezet, zou je kunnen zeggen. Is het de volgende? Dus het idee van kiezen heeft een aantal voorwaarden nodig. Eerst moet dat zijn er zijn, anders kunnen we het helemaal nergens over hebben. Vervolgens moet er een verkleving zijn met die ik-benheid, waaruit een ego groeit, zou je kunnen zeggen.
zijn we al een paar stappen voorbij, dat zou je kunnen zeggen, van wat we wezenlijk zijn. En alleen maar op dat niveau van dat ik gaat iets ontstaan van kiezen. En alleen maar omdat ons dat verteld is. Waar kies je voor? Wil je een ijsje of een koekje? Weet je wel? Dat soort dingen. Zo ontstaat dat. En zo gaan we onszelf leren definiëren tot een kiezende instantie. De hele tijd beslissingen moet maken vanuit een waan van autonomie en vrijheid. Terwijl het alleen de geneigdheden zijn die voor het grootste deel zijn aangeleerd, die die zogenaamde keuzes bepalen. En omdat we dat een tijdje voortzetten, gaan we steeds meer geloven in dat ik en dat we dat zijn. Dan gaan keuzes steeds belangrijker worden. Terwijl het totale onvrijheid is. En we leren een hele set moralistische regels aan. Die strijdig zijn met wat er spontaan in ons opwelt. En worden we weer gedwongen keuzes te maken tussen wat ons hart ons ingeeft. En tussen wat men van ons verwacht. En zo gaat het van kwaad tot erg. Terwijl zonder al die aangeleerde kennis kan het idee over kiezen niet eens opkomen. Er gebeurt dan gewoon wat er gebeurt, zonder enige gedachte. De puls komt op om iets te zeggen bijvoorbeeld en er wordt iets gezegd. De puls komt op om op te staan en weg te lopen en men loopt weg. Alleen maar door het denken, alleen maar door dat verleden en die identificatie met dat ik gaan we denken van ja, maar kan ik het nu wel maken? Om op te staan en dan gaat er die keuzestrijd plaatsvinden enzovoort. En op een gegeven moment wordt de drang om weg te lopen zo sterk dat je ondanks je fatsoensgevoel toch opstaat. Een hele hoop gedoe en het is alleen maar oude kennis eigenlijk. Alleen maar aangeleerde dingen. Het heeft niks te maken met wat je bent. Dat hoef je alleen maar te zien. In een antwoord, King. Er zit toch nog iets in mij wat wat dan dacht dat het toch een keuze was of zo. Dus in feite is dat Ramana Maharshi 16 jaar niks, bijna niks meer zei en dat jij gewoon nog praat, dat gebeurt gewoon. Geen beslissing in ieder geval. Het verhaal gaat ook dat de Boeddha aanvankelijk niks wilde zeggen. En er waren een heleboel mensen die lang genoeg tegen hem aan bleven zeuren. Dus toen was er genoeg energie beschikbaar, zou je kunnen zeggen, dat hij zijn mond open deed. Was er minder energie geweest, dan had hij nooit zijn mond open gedaan. Wat misschien niet zo erg. Zou zijn geweest, maar goed, dat is iets anders. Maar aanvankelijk was hij gewoon stil. Maar het zijn verlokte hem, zou je kunnen zeggen. Maar het was niet een keuze van kom ik ga mijn mond houden of kom ik ga wat zeggen. Als aan de juiste voorwaarden is voldaan, komt de bloem tot bloei. Daar is niks aan te doen. Het zou ook krankzinnig zijn, want je hebt niet eens ervoor gekozen om geboren te worden. Je hebt niet gekozen om een man te worden. Je hebt niet gekozen om zwart haar te krijgen. Je hebt niet gekozen om een spirituele interesse te hebben. It just happened. Ineens zit je in die trein. De trein die leidt tot niets. Je kunt er niks aan doen. Je houdt van koekjes en niet van melk of omgekeerd. Kun je ook niks aan doen. Toen je klein was hield je van autootjes misschien. Nu niet meer. Er komt geen keuze aan te pas. Het leven ontrolt zich. Ik
Kun je dit zien? Er was een drang om hierheen te komen, bijvoorbeeld. En ongetwijfeld ook een drang om niet te gaan. Ja, de drang om hierheen te komen bleek sterker. En dan zeggen we, ik heb ervoor gekozen om naar de horizon te gaan. Aha. Dat ik je wil blijven vastgrijpen. Het ontrolt zich toch wel. Ja, wat wil grijpen, zal grijpen. Ja. Nogmaals, je hoeft alleen maar te zien dat je eraan vooraf gaat. En dan doet het totaal niet ter zake of een zogenaamd ik je grijpen wil of niet. Dat is een aanname, dat weet je niet. Dit ikje blijft erbij. Misschien. Je kunt alleen vaststellen, punt 1, dat je alles gadeslaat. En punt 2, dat er misschien nu een grijpbeweging is. Maar ieder idee van het blijft zo of het blijft niet zo, dat is alleen maar denken. De hele ik-beweging leeft op kennis, op verleden en toekomst. Dat is de lijn waar die zich aan vasthoudt. Feitelijk is er alleen maar dit hier. En je kunt daar alleen maar iets over zeggen vanuit kennis, vanuit verleden en toekomstredeneringen. Maar wat er hier nu is, werkelijk, dat kun je helemaal niet zeggen. Daarom noemen we het wel eens niet weten. Het ik is alleen maar een beweging die uit een vrees voor het niet weten, zou je kunnen zeggen, voor de openheid vasthoudt aan kennis. Wat voor kennis dan ook, maakt niet uit. Dat is nooit spirituele kennis. Dat is de ergste soort. Hè? De meest misleidende. Maar feitelijk is hier alleen nu een soort openheid, en dat woord is al verkeerd. Als er geen ik-besef is, kan werkelijk niets gezegd worden over wat er is. Alles wordt geredeneerd vanuit oude kennis, oude ervaringen. Maar die werkelijkheid, zou je kunnen zeggen, onttrekt zich daar volledig aan. Denken wil kloppende redeneringen om tot helderheid te komen. Het hart wil bepaalde ervaringen om gerustgesteld te worden. Maar de werkelijkheid heeft nergens behoefte aan. Die gaat er dan vooraf of voorbij.
anders wordt er zo meegegaan in allerlei creaties. Als ik me dan afvraag, ja, wie ben ik dan eigenlijk, dan is het ook gewoon niks. Ja. Maar het wordt wel waargenomen steeds. Omdat er nog steeds een spoor zit van dat serieus te willen nemen. Dat? Om dat serieus te willen nemen. In dat zijn duurt het meestal eventjes voordat de werkelijke en totale acceptatie er is, bijvoorbeeld in woorden uitgedrukt, niets te zijn. Niets is eng. Iets, daar kun je je aan vasthouden, daar kun je wat mee. En ik, de denker-doener, wil altijd iets. Dus die houdt van objecten, van tastbare dingen. Het absolute, of het niets, of leegte, is lastig te hanteren. Maar niet. Exact. Maar je hoeft als het ware alleen maar je eigen constatering te volgen. Dat je je gewoon bewust bent van die bewegingen die plaatsvinden. Van iets wat wil pakken, ja, enzovoort. Je ziet dat allemaal plaatsvinden. Ja. Nou en? Het is alleen maar wat je ziet. Dat nou in, dat zeg ik dan ook wel eens van nou in. Hoppa. Ja, maar waarom zeg je dat? 9 van de 10 keer. Nee, laat ik het anders zeggen. 10 tegen 1. Ja. Dat je het zegt om er vanaf te komen. Ik zie het wel. Nou en, het is niet wat ik ben. Maar die beweging zie je ook. Ga nog een stap terug. Zie dat mechaniekje wat weigert, wat verschijnen wil. Dat wordt ook al gezien. Goed, ja, natuurlijk wordt dat gezien. Maar dat uiteindelijke kennen daarvan vindt er helemaal niks van. Het interesseert het geen donder of het doorduurt of verdwijnt. Dus alles wat nog een oordeel erover heeft, van wat het weg wil hebben, is het domein van het ik. This is the funny part, hè? Huh? Het is soms zo. Het gaat soms zo heen en weer. Het ene moment is het herkend. En een seconde later, bom. En dan wordt het weer herkend. Bom. Maar beide zie je. Ja, beide zie je. Yes. Dat is wat je ziet gebeuren, dat is het spel van bewustzijn. Aantrekking, afstoting, begrip en onbegrip, noem maar op. En het is er allemaal voor, zou je kunnen zeggen, of het biedt allemaal de mogelijkheid, zodat jij kunt herkennen het absolute te zijn. Kramp bewijst het bestaan van dat, en ontkramping bewijst het bestaan van dat. Daarom riep Ramana niets anders. Zoek dat wat onveranderlijk is. Alles wat je me beschrijven kunt, is veranderlijk. Het zijn louter ervaringen.